De groep Wijken in Ontwikkeling mocht op donderdag 23 december 2021 op het presidentieel paleis met president Chandrika Prasad Santokhi gezellig samen zijn voor een kerstdiner. Jurgen Adeli, voorzitter van Wijken in Ontwikkeling, deelde met de communicatiedienst Suriname dat de groep voornamelijk de problemen in verschillende buurten onder de aandacht heeft gebracht van de president. Het staatshoofd is de groep zeer dankbaar voor hun inzet en sprak in het licht van kerst hen bemoedigend toe. De president benadrukte een ieder te willen betrekken die wil meehelpen het land duurzaam te ontwikkelen. Weet je wat ze geven hebben? Surinamers van alle etnische afkomst hebben bloed gegeven. Voor wie bestemd? Ze weten niet waar het gaat. Het gaat naar de bloedbank. Dus ze geven het aan Surinamers. En wie krijgt het bloed? Weten zij van wie het komt? Ze weten van wie het komt. En dat is mijn boodschap. Wij hebben allemaal Surinamers bloed. Wij hebben Surinamers bloed. En dat is wat we moeten vasthouden en niet die uiterlijke verschillen. Want zo gaat het met Oeru. En zo gaat het zijn met Jaarzo. We zorgen dat die verschillen ons niet moeten gaan scheiden. Maar dat die verschillen juist onze kracht zijn om in eenheid op te trekken. Daarom praten we van eenheid en verscheidenheid. Nou, de naam zegt het al. Wijken in ontwikkeling. Dus we gaan al die wijken ontwikkelen. Dus waar er een probleem is, zetten we het op papier en sturen het voor de president voor tips en advies. Waar er een probleem is, zetten we het op papier en dan spelen we het door voor de president. Voor het hele land gaan we. Dus de president kan niet alle plaatsen tegelijk zijn. Dus daarom zijn we oog en oren van de president in het veld. Men spreekt soms van ghetto's, maar ik vind het woord ghetto een beetje overtrokken. We hebben buurten met zwakke gezinnen, we hebben buurten met beperkte mogelijkheden en we hebben buurten met een zwakke sociale orde. Toch? En wanneer je die problemen van de buurten kent, dan kan je ontwikkeling en verandering brengen. Maar meestal worden buurten afgescheept als moeilijke buurten, de buurt die dat je aan of gotang. Maar waarom is er een probleem daar? Kijk, ik zie het meer als je hebt buurten met gezinnen waarbij de moeder er alleen voor staat. En dat brengt al een beetje onzekerheid, toch? Je waarden, je principes die je moet vasthouden als vrouw zijn soms moeilijk om hoog te houden wanneer je 6, 7 kinderen te verzorgen hebt. Dochters krijgen soms een verkeerd voorbeeld. Vader rent weg van zijn verantwoordelijkheid. Zonen krijgen een verkeerd voorbeeld. Dus zo ontstaan er zwakke gezinnen. En die zwakke gezinnen zijn een voedingsbodem voor een omgeving om meerdere van dat soort voorbeelden te hebben. Dus het doel van buurtenontwikkeling is, het heette vroeger de ghetto groep, maar de naam ghetto is eigenlijk synoniem voor Pina. Dus dat wil je in Pina blijven. En dat is niet de bedoeling van het beleid. Ik ben ook volksvertegenwoordiger. En ik heb altijd gezegd, ik kom op voor de mensen die de kans moeten krijgen om het beste van zich te laten zien. Het initiatief van de president is om die mensen die eigenlijk nog net wat ontbreken om zichzelf redzaam te kunnen maken, dat we met beleid gaan kijken hoe we die groep helpen. Kijk, je kan iemand hebben met een probleem die naar je komt en jongen maar 100 van Oudo, maar 200 van Oudo. Ga je het elke dag kunnen doen? Nee. Dus wat moet je doen om die persoon zelf redzaam te maken? En elke buurt, elke plek in Suriname heeft een ontwikkelingsmogelijkheid.